Ja, op kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom terug op een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Ja, ik zeg het twee keer altijd in mijn intro. In ieder geval, welkom, welkom, welkom allemaal. Welkom weer terug in Mindtopia. Ik sta op het moment in mijn club in Danstopia. En vorige keer, dus vorige video, heb ik uitgelegd dat inderdaad helaas mijn wetclub, mijn wetkantoor, wet... Topia ontploft is, waar ik echt super hard van baal. Maar gelukkig hebben we de gokmachine mee kunnen nemen naar Danstopia. En ik ga het een beetje laten zien aan jullie wat we vandaag gaan doen. Hoe het een beetje zijn werk gaat. Want ik zie dat mensen al beneden aan het springen zijn. Dus volgens mij is een van mijn collega's, een van mijn werknemers daar bezig. We gaan even een kijkje nemen. Ik loop heel veel naar beneden. Hatste, flatste, flatste. Zij is al. Yo, gokken. Ja, hey. Eerste ronde. Jezus. Oh, Stefan inzet. Ja. Oh, 500 blokken. Welke kleur, Steven? Steven, mag ik een kleurtje? Wat is eerst als? Zwart. Zwart. Ja. Hallo jongens, hallo. Ben ik klaar voor? Ben ik klaar voor? Het is gewonnen. Oké, dus even kijken. Heel goed, Martje, gefeliciteerd. Goed jongens, Ketel. Ik kom heel veel tussendoor. Ik doe namelijk nu een opname, dus iedereen, hallo. 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 Nou, Ketel, kun jij even uitleggen hoe het spel in zijn werking gaat? Ja, tuurlijk. Mensen kunnen inzetten van de prijsklasse van 500, 1000 en 5000. Mm-hmm. De meeste mensen doen natuurlijk 500, omdat ze niet veel willen risken. Tuurlijk. Zoals je kan zien, zitten hier drie verschillende kleuren blokken in. Ja. In de automaat. Zwart, wit en paars. Ja. De meeste mensen kiezen zwart en wit natuurlijk. Tuurlijk. Maar paars kan natuurlijk ook. Maar paars, als niemand paars kiest en paars valt, is alles voor ons. En krijgen de deelnemers 200 terug. Oké, en als zwart valt, krijgen ze hun dubbele inzet min 10%, want dat is natuurlijk voor ons. Yes. Ah, oké, nou, laat maar zien, ik ga kijken. Wie wilt er? Wow, wow. Pinky. Wel. Pinky. 500 euro wordt op ketel gegooid. Wit. Oh, meisje tegen meisje. Oh. Oké, Pinky en wit, Bart zwart. Jongens, girls. Zijn jullie klaar voor? Ja. Wauw. 3, 2, 1. Zwaar! Martje! Kijk, dan gooien zij allemaal geld voor 900 blokken. En dan gaat die 100 zitten in de kist. En dan is het klaar. En dan gaat de volgende al achter elkaar door. En als je paars faalt, is inderdaad alles voor de bank op 200 na. Want dat vinden we zielig. Oké, jongens, ik ga eentje doen. Één rondje. En dan gaan we even... Ja, succes tellen. En dan moet ik helaas jullie allemaal teleurstellen. Want we hebben namelijk een bespreking met al mijn collega's. Okay. Dus sorry. Dus we gaan zo meteen heel veel dicht. Maar goed, in ieder geval, wie wil nog één gokje wagen? Martje weer? Ja. Martje, ja. Komt u maar. Oh. Cool dat zie je, Martje, komt u maar. 500 van Martje, hartstikke goed. Wat een verslaafde. Hupsakee, ja, ze had twee keer gewonnen, dus die heeft gewoon winst. Wie of wie durft tegen Martje in te zetten? Wie of wie? Ik zie Stefan. Maar ik heb maar 400 bij. Jongen. Niemand voor Stefan, niemand durft tegen Martje? Nee, denk ik niet. Ah, dan gaan we, ik zeg 100 euro, Stefan krijgt mij 100 euro, jongen. Ja? Kom maar, Stefan. Dan geef ik zo meteen wat terug. Daarom, dat bedoel ik, leen dat je me even één keertje. Kom maar, Stefan. 400 dit tikken. Blokje gooi maar erbij. Oh. Oh. Oké, dus Martje, welke kleur wil je het keer weer? Wit. Wit. Kijk, daar gaan we. 3, 2, 1, wit! Yeah. Oh, die Martje, jongen. 7, 8, 9. Nou, alsjeblieft, Martje. Dank je. Zo, goed. Niet gokken onder de 18. Heel goed. Nou, de wol zit natuurlijk weer terug in mijn machine. Hartstikke goed. Jongens, ik wil jullie laatst teleurstellen. Helaas heb ik even al mijn collega's nodig. Dus ook iedereen die hier werkt. Want we hebben een bespreking over een nieuwe sollicitatie. Die we hebben voor wat we gaan doen. Dus, sorry jongens. Ja, succes. Ja. Dus eigenlijk weer iedereen van de buiten. Dankjewel. Doei. Iedereen is buiten. Later. Tot vanavond, jongen. Voor een uurtje zijn we weer open. Bedankt voor jullie geld. Nou ja, zeg. Goed. Even kijken, al mijn werknemers. Even kijken wat we gaan doen. Is alle sollicitaties. Holy macanoni. Het zijn echt knijterveel. Er zijn er dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sollicitaties, 20 eigenlijk. Maar daarom heb ik jullie erbij geroepen. Want ik ga die beslist niet een beetje maken. Het worden jullie toekomstige collega's. Dus weet je wat, we gaan even naar de vergaderruimte. Die hebben we mooi boven. Jan de Engelman is er helaas niet. Wie missen we nog meer eigenlijk? Jan is de enige. Jan is de enige die we missen. Nou, dan gaan we naar boven. Ja. Komt u maar, hupsakee. Ik weet niet of jullie allemaal hier geweest zijn al een keertje. Volgens mij nog niemand. Dus even kijken. Nou, Pinky die kan niet helaas. Alright, jongens. Wat we gaan doen. Ik ga natuurlijk aan het hoofd zitten. Dat is mijn plekje. Goed, ik heb allemaal verschillende soorten sollicitaties binnengekregen. Wat we gaan doen is even het volgende.
Even kijken, kut, ik heb geen kist bij me, hè? Nee, klote. Nou goed, heel simpel. Als we een sollicitatie lezen en je vindt hem niks, moet je zeggen wiens naam dat is. En dan geef je die, we gaan allemaal lezen. Als er echt eentje van, nou, dit is zo slecht gedaan, dan leggen we die gewoon hier op de stapel. Ja, dan gooien we hem hier neer. Ja. Ja? Ja. Dus we gaan het één voor één doen. Even kijken, ik ga iedereen even uitdelen. Nou, Emma geef ik even aan Stefan, die kent Emma niet. Dus Candy kent haar natuurlijk persoonlijk. Nee. Nog eentje met de sollicitatie, met de C, sollicitatie. Nou, eentje voor mij dan. Eens even kijken hoor. Pak ons maar een paar boekjes. Ik gooi ze gewoon lekker op tafel neer. Dus pak maar wat op. Weet je, zoek het lekker uit. Heb ze oké. Mijn Candy Suite. Nou, die heb ik al aangenomen. Zijn baten Patrick Boy. En ook games. Dit is van David. Die heeft het goed gekeurd. Dus dat is lekker. Doen we zijn baten nog. Ramsey. Zo staat deze hem. Ik wel. Dragirion. Wie wil Dragirion doen? Die doe ik zo wel ook wel. Die zit heel erg op de server al. Dus dat doen we die ook wel. En nou, Willem Bouwens ook wel. En deze ook wel. Goed. Lees lekker wat erop staat. Spelfouten geeft niet. Leg eraan wat voor soort spelfouten het zijn. Weet je, als het een lettertje is, oké. Okay. Maar als er in één keer een hele rare zin staat, dan hoeft het niet. Dus ga het lekker lezen. En ja, zeg maar wat je filmt. Oh, eentje van Real Killer. Nou, die heb ik al aangenomen toevallig. Nu staat hier. Hey. Oké, okay, best stil. Ik zag bij Let's Light District willen werken. En ik ben een vaste klant bij de gokautomaat. Dus ik weet ook hoe het werkt. Ik ben iemand die veel praat. Dus voor de winkel zou ik ook graag een goede kandidaat zijn. Ik heb wel werk als ervaring als Dodo's Pet Shop. Dus ik weet natuurlijk hoe het werkt. Natuurlijk vind ik ook heel graag de Red Light District. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen voor de Red Light District. Zo. Dat is wel lang hoor. Ik ben Delano. Hoofdletters bestaan niet bij Delano. Maar ik ben Delano. Ik ben, nou, mooie naam. Ik ben 16 jaar oud. What the fuck? Wat was dat? Ik hoor iemand vallen. Hoorden jullie dat ook? Nee. Ik hoor iemand vallen. Ik wel. Zo, zijn er zoveel slechte sollicitatieboeken? Ja, hier stond geen eens een naam in en wie die was. Dus ik weet hoe het werkt. Natuurlijk steun ik graag de Red Light District. Wil ik mijn steentje bijdragen voor les. Blablabla. Voor de contact met... Oh, deze. Op mijn plot. Hij noemt zichzelf... Doe. Ja? Deze man noemt zichzelf een sexy werknemer. En dat is? Zijn baten, moet je maar eens lezen. Oh my god. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd op werk. Ik hoor dat jij mensen zoekt. Ik ben aangezien ik een zeer sexy goede... Zijn baten. Nou, Sam, jij mag daarbij. Sorry, Sam. Okay. Ik heb een tweede van hem. Ik heb er twee. Nog één van hem. Willem, ik wil graag solliciteren voor een baantje in de supermarkt. Dit is natuurlijk vrijwillig als asielzoeker en mag vast in mijn topia blijven. Daar zou ik nog een baan op willen blijven werken. Ik ben veel online en op het moment heb ik niets te doen. En ik zoek dus naar deze baan dat ik iets te doen heb en niet de hele tijd rond zit te rennen in mijn topia. Ik ben dus erg betrouwbaar en zal dus geen geld en eten stelen. Ik ben natuurlijk bij vrijwillig, nu nog vrijwillig. Naam Willem Bouwens, huis van AZC, met voorkant het water, tweede verdieping liefst boven. Waarvoor ben ik? Oké. Okay. Ik ben dus ook wel sterk. Ik heb nu twee sterken. Ik heb Dragirion sterk, Willem Bouwens is sterk. Ja, maar Dragirion... Ik heb ook twee sterken. Ik heb ook twee sterken. Oeh, wacht even kijken. Deze Bart Keuning. Ik ben een tijdje op zoek naar een baan in Mytopia. Ik voel me dus af of ik het zou krijgen voor nu of later bedrijven. Oké, okay, dan gaan we deze. B. Keuning, die haal ik dan voor mijn latere bedrijven. Want die wilde graag bij een later bedrijf misschien zelfs. Eens even kijken. Beste heer Dylan, ik ben Brian Gunter, 16 jaar, zit op VWO. Ik ben op zoek naar een baan en vond het wel een geschikte werkgever. Ik zou wel online zetten klaarmaken voor de winkels. Ik kon niet eens veel te verdienen. Ik zou klant natuurlijk. De klant is koning. Hey. Die snapt het. Van, ja. Van Charriffing. Nou, Charriffing, die komt ook wel bekend. Is ook wel een van de asielzoekers, maar die is er ook lekker mee bezig. Dat is geen asielzoeker. Nee. Die heeft oh nee, die is gewoon een stad. Gewerkt. Oh ja, ik weet al wie Charriffing is. Charriffing wou inderdaad weg bij Samal om graag met mij te werken. Ik vertrouw het wel. Dus ik, wat zijn jullie mening over jullie boekjes? Jullie hebben allemaal twee goede, zeggen jullie. Allemaal. Ja. Deze van Emma is toch wel de beste die ik heb. Ik heb er twee, maar die andere heb jij net al gelezen. Ja, klopt. Geef maar die maar, Steven. Stefan. Dit is die van Emma. Moet je de allerbeste hebben, Wil? Dus ik heb vernomen dat we nog een baantje zijn. Ik kom eraan, hoor. Dus ik ben erg, ik kan nog goed leven van mijn uitkering. Dus 16 jaar, 2 weken in Mytopia. Ik ben vaak online natuurlijk bij Red Street en tegen de Blue Street. En daarom, ja, het is eigenlijk het Light District. En ik ben niet tegen de Blue Street. Blue Street is tegen mij. Ik ben niet tegen Samal, want ik voel me totaal niet bedreigd door een Blue Street of zo. Hopelijk vindt hij van mij een baan. Oeh! Ja, dus gaan we eens even kijken. Want ik heb dus nu toch wel 1, 2, 3, 4, 4 supergoeie. Ik heb hier ook nog een goeie. Nou, gaan we beginnen met die van Chetel. Eentje. Ik wil één van die twee van jou hebben, ja? De beste. Ja, is van asielzoeker. Dit is ook serieus de beste. Beste Dylan, ik zou graag willen werken voor de Stadsbevinks bij de Red Street. Het maakt me niet uit welke winkel. Oh, ik toe beteeld krijg als ik waar ik aan werk zonder ik rond hoef te komen in Mytopia. Ik hoop dat u mij aanneemt voor als de eerste week vrijwilliger als u mij nodig heeft. En als ik nog blijf iemand ook vastbetaald werknemer. Van Ramsey. Oké, is ook een goeie inderdaad. En een laatste Candy Sweeter. Komt u maar. Ja.
Hopsakee, sollicitatie food. Oké, ik ga even niet op de tafel staan. Oh, dit is Dylan. Hierbij wil ik bij uw prachtige bedrijf solliciteren. Ha, mooie woorden. Ik heb op het moment, ik heb op het moment werkloos. En er moet toch brood verdiend worden. Of ja, verkocht worden. Ik kan klanten goed overhalen om iets te kopen. En ik ben altijd blij, net zoals de klanten, klanten een fijn gevoel hebben. En dan Mike Games. Goed, ik ben... het zijn er wel veel. Ik heb Dregerion. Dregerion, die heeft daadwerkelijk echt puur gesolliciteerd voor het gokken. Dus het wetkantoor. Dus ik denk dat dat wel een goeie is. Dat krijg ik dus vooral met Chetel, want dan werken jullie ook allebei niet. Dan kijk ik jou vooraan. Ja. Vind je Dregerion een geschikte? Mag ik hem lezen? Ja. Ga je gaan? Hij is wel heel enthousiast als hij staat toe te kijken. Dus. Ja, hij is er ook altijd. Dus dat is fijn. Ja. Die ken ik al een beetje. Ik zit zelf, op dit moment ben ik even het kijken, vooral richting twee mensen. Ik heb eigenlijk in mijn hoofd nu Sheriffing. Heb ik in mijn hoofd en Emma. Voor de voedsel. Zeg maar voor de Foodtopia. Ja. Die Foodtopia in mijn hoofd. En dan misschien nog die Ramsey voor een aankomend bedrijf nog. Wat vinden jullie? Er zijn nog zatpots over, dus... Er komt binnenkort als goed is een cafeetje. Er wordt geregeld misschien met iemand anders. Die moet ik ook even spreken, zo meteen even. Maar, eens even kijken. Dus ik heb in mijn hoofd nu dus inderdaad die Sheriffing. Die zit op VWO, die is netjes, mooie taal. Ziet er goed uit, mooi ingedeeld. Datum erbij gezet wanneer hij het ingeleverd heeft. Inderdaad, dus gisteravond. En, hij heeft weer het doorheft. Dus dat vind ik hem sowieso mooie. En Emma, jij gaat een beetje met Emma om, hè? Ken. Ja, en hoe is ze als persoon? En ze is wel vaak online en heel vriendelijk tegen mensen. Dus jij vindt dat, dat ze een kans verdient in ieder geval? Nou, de eerste keer toen ik op de server speelde, werd ik uitgescholden voor Iel, een asielzoeker, door Emma. Ja, dat klopt, ja. Ze is Iel, asielzoeker. Maar ja, misschien was ze het een beetje... was ze niet aan gewend, hè? Ja, dus ze zegt dat ze nu wel goed kan doen. Dus jij denkt dat ze wel gaat verkopen? Dus, denk je dat echt, Britt? Ja. Oké, dus jij zit echt achter dingen. Nou, Ramsey wil ik in mijn volgende bedrijfje... aanzetten en dan Mikey Games boek ik nog even kijken of daar iets mee kan. Oké, goed. Dan ga ik het beneden opslaan in de kist. Dan kan ik vragen, of Stefan jij even al die andere boeken wil oppakken. Oh, ook deze. Ja. Was die van Dragerium. Oh, Dragerium moet je ook aan mij even geven? Ja, ik vond hem wel sterk. Ja, die van Dragerium moet ik ook even hebben. Eens even kijken. Dus ik heb gezegd, Dragerium mag werken bij mijn bedrijf met de gokken. Willem Bouwens... En dan Mike Games en Ramsey kunnen we bij toekomstige bedrijven. Dus die hou ik toevallig. En Emma en Sheriffing nemen we nu aan puur voor eigenlijk het Foodtopia. Ja, is goed. Ja. Houd nog even voor je. Ik ga ze zelf benaderen waardoor ze er aangenomen worden. Dat zit eigenlijk een beetje op. Want hoe vinden jullie trouwens werken bij ons? Mij eigenlijk, hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Vind je het leuk? Heel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het hartstikke tof. Ja, krijg je een beetje veel klanten binnen? Wat zijn ik heb wel aardig veel gekocht, ja. Mag ik even alle drie jullie boekjes lezen? Ik ga het even laten zien. Wacht even, ik moet even de sollicitaties goed sorteren in mijn boekenlijst. Want ik heb zo ongelooflijk veel. Die heb ik aangenomen. Die twee heb ik ook aangenomen. Dit zijn dus voor de volgende bedrijven. Oké, dus gaan we eens even kijken. Dus jullie drie boekjes. We gaan beginnen met die van Riel. Zo. Het zijn 4 pagina's volgeschreven, Riel. Ja. Lekker hoor, hé. Dat is lekker doorwerken inderdaad. Duidelijk, wordt allemaal verkocht. Het is allemaal geld binnengekomen. Is natuurlijk met wat ik in moest kopen. Dus op zich verdien je heel weinig met de foodcourt. Maar netjes, Riel. Lekker, ziet er ook strak uit. Lekker. Stefan ook. Kijken, 1 pagina vol. Zie je onderzijde. Hup, voorkablas 2 ook vol. 3e pagina mee begonnen. Netjes. En de aanwinst van gisteren is inderdaad Brit. Die was gisteren aangekomen. En nou, Brit moet zeggen. Niet slecht. Vandaag ook weer 2 verkocht. Lekker hoor. Super, Kees ziet er goed uit, strak. Het wordt gewoon gedaan zoals ik het aan jullie gevraagd heb. Hartstikke tof, dus dat doet me goed. En jullie vinden het wel leuk, inderdaad, naar jullie zin? Ja, zeker. Ja hoor. Ja? Hey, als jullie trouwens ooit nog een idee hebben voor een ander bedrijfje of iets, kom lekker naar me toe. Ik ben een baas die overal voor open staat. Van, hey, deel, ik heb nagedacht. Ik zou graag zelf een filiaal willen hebben met advocatenbureau. Of met, weet ik veel, je gaat paddenstoelen verkopen of... Maar niet uit wat. Als je het bij me voorlegt, kan ik kijken of ik het kan financieren voor jullie. Als jullie lekker werk leveren, zal ik het zeker voor jullie doen. Dus vandaar, bij deze. Ja. Nou, laten we eens kijken. Binnenkort komen we ook de einde van de week gaan kijken hoeveel we gemaakt hebben. En dan komen natuurlijk de bonussen worden uitgedeeld. Dus dat komt allemaal goed. Ook voor de asielzoekers. Ook voor de asielzoekers, natuurlijk. Bonus is niet loon, hè? Alright, goed. Dan was deze vergadering een beetje gesloten. Dan wil ik nog heel veel een paar dingen even met eentje regelen. Dan kan ik jullie even excuseren. Dankjewel voor vandaag. Ja. Dankjewel. Hopsakee. En houd nog even geheim, hè, wie er aangenomen wordt.
Ja. Hey, succes nog even. Dank je. Ja, succes. Ho. Nou goed, dit waren dus mijn werknemers. Super chille gasten, alle drie. Jan de Engelman kon er helaas niet bij zijn vandaag. Maar ik heb dus verteld dat we twee nieuwe werknemers. Dat worden Sheriffing en Emma DDG. Dat is super fijn. Even kijken, Sheriffing, Emma DDG. En in ieder geval Dragerion voorbij mijn gokkantoor. Hartstikke fijn is dat. Dan kan dat elke keer open blijven. Dus dat hoef ik niet alleen maar in mijn eentje te doen. Je zegt echt hoe succesvol het gokkantoor is. Het is druk. Mensen komen erop af. Het is 1,5 feest. Het is super gaaf allemaal. En beneden wordt ook alles heel lekker verkocht in mijn voedselwinkeltje. Ik vind niet zo heel veel geld aan. Ik ga even naar beneden. Ga ik even kijken. Neem weer. Dus even kijken. Mijn voedselwinkeltje. Hartstikke goed. En ja, de prijzen zijn nog steeds chill. Alles is nog bijgevuld. Gisteravond is ja, heel goed. Laurens bijgekomen van de food court. Dus dat is allemaal lekker. Ik haal wel geld steeds aan mijn kisten weg. Dit is wat ik verdiend heb tot nu toe met de food court. Dus dat is ook wel fijn. Dus ja, het gaat lekker. Het gaat zeker lekker. Ik ga even kijken wat we ook verdiend hebben nu met mijn gokkantoortje. Vandaag al. Dus alleen puur vandaag. Een paar uurtjes 300. Maar ja, het waren maar 3 gokjes van net. Dus dat is op zich wel chill allemaal. Het gaat allemaal de goede kant op allemaal weer in Mindtopia. Ik ben er hartstikke blij mee. Collins in de gevangenis van de Fantastic Five. Het gaat allemaal de goede kant op. Ik ben er hartstikke blij mee. Binnenkort even een grondinspectie laten doen op al mijn plotjes. Want binnenkort misschien komt er weer een uitbreiding van de Red Light District. Mensen, in ieder geval, vond je het een leuke video? Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je hem awesome vond. Gisteren vroeg ik om 2000 likes. Het is gewoon gelukt. Echt in één dag. Super awesome, jongens. Super vet, super tof. Kijken of we het nog een keer kunnen halen. Hartstikke awesome. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Degene die een kanaal hebben van de werknemers beneden, die staan beneden. Degene die een kanaal hebben, dat zijn dus Stefan, gameafdeling en Real Killer Chetel. Ook beneden. Real Killer Gaming. Staat beneden in de beschrijving. Zeker even kijken op hun kanalen. Want hun hebben ook filmpjes van Mindtopia natuurlijk. Hun hebben ook een eigen ervaring. Zoals eentje ervan is asielzoeker met ervaringen. En Stefan de Game Afdeling is ook lekker bezig. Dus mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag in de volgende video. En ik zie jullie graag in de volgende video weer. Dus peace!